De politie heeft twee nieuwe verdachten aangehouden voor de gewelddadige berovingen met een vuurwapen. die in november in het Westland plaatsvonden. Het gaat om een 15-jarige jongen uit Monster en een 17-jarige jongen uit Den Haag. De jongen uit Monster is voorgeleid aan de rechtercommissaris en zit nog vast. Begin deze maand hielden de agenten voor deze berovingen al vijf verdachten aan. Een van hen is op vrije voeten, maar wordt nog wel verdacht. Drie verdachten zitten zeker nog tot medio januari vast vanwege onderzoek. Daarnaast zit een van hen nog drie maanden vast.